Ik ben de vreemdeling. Ik ben de angst in je ogen als je me lopen ziet. Ik ben conservatief, een monoliet, onroerend, onbewegelijk. Ik ben onverlicht, want ook redelijk doet me niets. Assimileren komt namelijk niet voor in mijn register. Zo geldt dat ook voor dingen als syncretisme. Weet je wat dat betekent? Ik zou je zeggen dat het een moeilijk woord voor geloofsverraad is. Want ik ben trots kortzichtig. Ik hoef niets meer te kennen dan 604 pagina's. Dus als je kind thuis komt met blauwe plekken, weet dan dat iemand zoals ik hem dat heb aangedaan. Ik ben onderdanig. Mijn moedertaal is uitdrukkelijk. Dus verbaal geweld is hoe ik te woord sta. Wanneer mijn God weer spreekt, zal ik zorgen dat ik gehoorzaam. Want ik blaas. Ik blaas en ik neem jullie allemaal met me mee. Wanneer hij me vertelt om te gaan. Het is barbaars. Mijn geloof is al lang achterhaald. Ik leef volgens een heilige wet neergezet in het Arabisch. Dus ik toon ook geen respect voor jouw taal. Nee, ik? Ik ben een gelukzoeker. En hoe bedoelt u terug, mevrouw? Mijn land kan me geen geluk bieden. Ik ben als een gier hier enkel uit op culturele genocide. Ik ben onbeheerste furie. Waarschijnlijk seksuele frustratie. Waarschijnlijk omdat mijn vader op het strijdtoneel geraakt is. Dus als mijn vrouw weer huilt, weet dan dat huiselijk geweld de daad is. Ik ben duivelse manipulatie. Mijn lach randt vrouwen aan. Ik ben exotisch voor ze. Dus als ze meekomen, worden ze wakker om 6 met slechts een oproep tot gebed dat ze troost biedt. Ik ben het archetype van een man. Ik ben de drang te domineren over anderen. Ik ben asocialiteit. Ik ben vulgaire charme. Ik ben jouw linkse politiek die je nog dwingt typen zoals ik te omarmen. Want zoals ik zei, ik ben de vreemdeling. De buitenlander, de allochtoon, de immigrant, de moslim, Marokkaan die steeds weer op tv verschijnt. Ik ben samengesteld uit vooroordelen en vooringenomenheid. Ik ben berust op beelden, meningen en onzekerheid. Ik ben eigenlijk niets anders dan jouw idee van mij.